voetbalzondag beter beginnen dan hier in Deventer. De wedstrijd tussen Go Ahead en Cambuur. De volksclubs in een geweldig stadion. Met allebei een geweldig resultaat achter de rug. Maar toch ook vandaag meteen alweer de grote belangen. Omdat ze allebei zo snel mogelijk onderin weg willen. Maar ook wel weten dat ze er best nog wel eens lang onderin kunnen blijven hangen. Handhaven, zowel voor Go Ahead als Cambuur, het enige doel. En dan is zo'n onderling race, dat onderling duel, uiteraard zeer belangrijk. De opstelling kunnen we simpel zijn, zowel bij Go Ahead als Cambuur geen wijzigingen. Dat is er dus wel overwogen, maar niet doorgevoerd. Wat doelpuntenmakers daar op het einde van de afgelopen wedstrijd. Niet voor Wermerskerke en Van der Water. Kuipers en Bergsma. Volgens mij was het kiezen tussen blauw en geel voor Bergsma. Dat is voor een Cambuurman natuurlijk niet altijd even makkelijk. En geen verrassingen, geen wijzigingen bij Cambuur. Daarna uiteraard nog geen Bangura, geen Hoedemakers. Die zijn al geschorst, geen Molin. Zat er wel weer aan te komen, maar toch net niet fit genoeg. Wel Oudriek is er weer bij, maar die begint op de bank. Dokersmiet in de basis uiteraard tegen zijn oude club. Del. Robbins. Schiet door en blijft hangen, maar dat is geen al te lastige bal. Schotje van Jay Itzes. Ligt in de handen van Virginia. Hij is er dus weer bij. Kuipers. Loopactie is van Edvardsen, maar Kuipers gaat terug. Die bal, dit. Hele fijne bal. Dit bij eerste paal. Daarachter is onder andere Adekanje. Hier is Willemsson. Adekanje nu klaarleggen. Ja, bijvoorbeeld voor Robbins. Het wordt Willemsson die mag schieten. Amova. Lindhorst. Foutje in opbouw leidt tot wellicht een kans voor Balk. En dat leidt tot bijna het doelpunt van Balk. Dat is niet echt een kans namelijk. Want die bal ligt nog niet zo heel makkelijk. De paas op Del niet goed. Slim het hakballetje. Heel klein beetje kijken, maar toch vooral vol uithalen. En de lange ontsnapt. Go Ahead ontsnapt. Dat is een geweldige streep. Aantrekkelijk eerste 10 minuten, gevolgd door wat mindere tweede 10 minuten, waarin het vooral rommelig was. Balverlies van Del. Boeren, Jacobs. Kan nu naar Van der Water. Kan ook zelf. En dan laat de keeper los. En heeft Poeren dus voor het inschieten. Maar hij scoort niet. Wat een kans voor de spits van Cambuur. Bal van Jacobs zou toch beter te pakken moeten zijn door de Lange.
dan dat hij hier doet. En Boeren wil Kantwijker, ga je ze toch echt niet krijgen normaal gesproken. Van Wermerskerken. Van richting veranderd, maar alle tijd nog voor de lang om daar naartoe te gaan. Er wordt nu gezongen voor Gerrit Nauber, een warmlopende centrale verdediger van Go Ahead Eagles. Ik ben nog wel blij dat hij weer kan voetballen, maar het zegt ook wel wat over de wedstrijd op dit moment. Niet de meest aantrekkelijke fase. Zo de reserveverdediger zal toe gaan zingen. Lidberg. Dit is een goed balletje. Nou, Adekanje en net niet in te tikken voor Edwardsen. De kansen zijn niet heel talrijk, maar zijn zo bij elkaar opgeteld toch aardig groot voor Cambuur. Die ene van Boeren met name. Go Ahead toch ook al een paar keer. Maar net niet dus. Van Kaam. Bal kwijt. Willemson. Legt u voor. Lidberg komt. En daar is de redding van Virginia. Twee kansen in een minuut tijd nu voor Go Ahead Eagles. Goeie voorzet van Willemson. Kan hem net niet genoeg tegendraads inkoppen. Lindhorst. Goed meegegeven. Lidberg nu ook meegeven. Ah, waar wacht hij op? Hij wacht op Edwardsen. Nou, dat is ook niet gek natuurlijk. Want Edwardsen kan dan scoren. Dat doet hij alleen niet. Adekanje lag al op snelheid. Die was ook zeer teleurgesteld dat hij de bal niet kreeg van Lidberg. Maar Lidbergs geduld werkte wel. Rommens. Del. De voorzet is helemaal niet zo gek. Edwardsen vangt op. Kappen en langs Doken Schmid. Maar dan is er rugdekking. Risico voor uitverdedigen dit. En dat levert bijna een doelpunt op. Een behoorlijke schietkans. Wat door het midden uitverdedigd. Ja, dat kan dan ook niet meer worden opgelost door Paulussen. Rommens op Del. Del, Rommens. Daar moet de voorzet komen van Edwardsen. Het schot van Kuipers van de lijn gehaald. Mambimbi. Neemt hem wel lekker. Maar op de juiste plek Bergsma om de 1-0 te voorkomen. Zou verdiend zijn hoor, de 1-0. Willemson. Doken Schmid haalt de counter er in eerste instantie uit. De uitbraak in ieder geval. Teki. Berde krijgt hem bij toeval. Maar ook bij toeval kan je een doelpunt maken. Ook bij toeval kan dat. Maar Virginia voorkomt het. Het was echt een behoorlijke gelukstreffer geweest. Want hij kwam van richting veranderd in de voeten van Berde. En van richting veranderd verdween die bal bijna onder de lat. Laatste kans van de wedstrijd. Er nog eentje voor Cambuur. Om de punten echt te stelen. Maar dat gebeurt in ieder geval niet uit deze hoekschop. En Doken Schmid denkt, het is mooi geweest. Zo eindigt Go Ahead Cambuur in 0-0. En daar zal Cambuur het meest tevreden mee zijn. Want nee, zo goed als het tegen PSV was, was het vandaag bepaald niet bij de ploeg van Henk de Jong. De ploeg van René Haken speelde beter. Kreeg wel mogelijkheden, maar miste voorin de echte doortastendheid om te scoren. En na twee zeer knappe prestaties vorige week van Go Ahead en Cambuur. Nu onderling 0-0 zonder al te veel spektakel.
En twee oud-Ajaxiden die elkaar daar nog even tegenkomen. Er ligt nog even het vermaak onderling. Dat de een is uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Op ergens maar ook denken van, geen idee waarom je die hebt verdiend. Wat mooi om te zien. En uiteraard zoeken de keepers ook elkaar nog even op.